Beleidsmakers moeten de grondenrechten van de tribale volken beter respecteren. Dit is de wens van Ruben Ravenberg, secretaris van de stichting Amaron Kompas, op Marondag vandaag. Een terugblikmoment gedurende de afgelopen jaren doet Ravenberg beseffen dat de rechten van de binnenlandbewoners steeds vertrapt worden. Een heet hangijzer is ook het nonchalant toewijzen van gronden in het binnenland aan derden. Daar grondenrechten in lijn staan met mensenrechten, zal er een verandering in beleid moeten komen, zegt de secretaris. Het is jammer om te stellen dat wanneer ze eenmaal in de positie zijn in de coalitie, dan vergeten ze hun verkiezingsprogramma. Dat maakt dat we tot nu toe niet tevreden zijn, hoewel een van de grootste Maron-partijen in de regering zit. En toch wel zien we dat bepaalde zaken niet versneld gaan. Niet alleen ik verwoord wat de mensen zeggen als je daar bent bij de mensen, dat ze toch wel een beetje teleurgesteld zijn. En daarna zijn die mensen ook huiverig omdat ze zeggen van, we gaan nu naar landelijk evenredigheid. Wie gaat ons vertegenwoordigen? Want er zijn zoveel problemen. Kijk, dat van die grondenrechten, we moeten die mensen begrijpen. Die mensen zijn daar in het binnenland en plotseling krijg je dat mensen hier in Paramaribo houtconcessie krijgen, goudconcessie. En ze verstoren het heel leven van de mensen. Bij het invulling geven aan strategische posten is het volgens Ravenberg belangrijk om na te gaan wat de daadwerkelijke intenties zijn. Het niet nauwkeurig omgaan met het beleid rond de grondenrechten zorgt voor een grote mate van onzekerheid onder de binnenlandse bewoners, merkt Ravenberg op. En dat is zeer belangrijk omdat men heeft geen zekerheid. En dat is iets dat knaagt binnen de gemeenschap. Dus we kijken uit. Ik heb een verklaring gezien van een paar partijen. Dus we hopen dat het dan gerealiseerd wordt. Ravenberg accentueert het belang van samenwerking onder de Maron-gemeenschap en de voordelen welke die kan hebben. De secretaris van de Maron-organisatie besluit met de hoop van het zien van een ommekeer in beleid voor het beter tot ontwikkeling brengen van het binnenland met haar gemeenschap.